Deze productie is mogelijk gemaakt door de filmmakelaar. Kan je me even vertellen hoe dat je heet en wat je in het dagelijks leven doet? Ik ben Evita Amstelveen en ik heb het bedrijf HR Minded. Ik ben ondernemer en ik ondersteun MKB-bedrijven als HR-professional. Nou heb ik me laten vertellen dat het een terugkerend evenement is. Dit was de eerste. Juich je dat toe? Zeker weten, want op deze manier kun je ook de ondernemers onderling verbinden. En je maakt de stap om met elkaar zaken te doen ook wat kleiner. De drempel wordt lager en je kunt wat makkelijker met mensen in gesprek. Evita, nou ben jij niet alleen lid van MKB Rotterdam-Rijnmond, maar je bent ook ambassadrice. Wat is daar het voordeel van? Waarom ben je dat gaan doen? Ik heb eigenlijk bewust gekozen voor het ambassadeurschap, omdat mijn doelgroep echt MKB-ondernemers zijn. En daarnaast hoop ik op deze manier ook mijn steentje bij te dragen als ondernemer om de binding met andere ondernemers, maar ook met MKB Rotterdam te vergroten. Dan krijg ik nog wel eens als reactie, ja, maar het is er zo massaal. Dat valt echt best wel mee. En waar blijkt het uit? Nou, je zult merken als je vaker komt, dan ontmoet je heel veel mensen, maar je ontmoet ook heel vaak dezelfde mensen. En daarmee kun je ook echt een relatie mee opbouwen en dan maakt het gewoon wat makkelijker om naar dit soort evenementen te komen. Ook weer makkelijker waarschijnlijk als je bij een ander evenement aanhoudt. Ja, maak bijvoorbeeld het vergelijk met VNO-NCW. Heel massaal, heel groot, veel grote bedrijven. En vaak ook niet echt vaak passend bij een, denk ik, bij een MKB-ondernemer of een eenmanszaak. Maar omdat je daar weer wat MKB'ers tegenkomt, maakt het dat daar ook weer wat drempelverlagend, zeg maar. Ja, en ik denk dat het hier nog veel meer is dan bij andere netwerken waar ik ben geweest. En dit is ook waar het informele karakter wat er is, dat maakt het ook wel prettig. Ja. Stel, je bent nog geen lid van MKB Rotterdam-Rijnmond. Wat zou dan de reden zijn om lid te worden? Reden om lid te worden is dat als MKB echt jouw doelgroep is, dan vind je hier gelijkgestemde. Het maakt het netwerken makkelijker, want het is laagdrempelig. Het is niet zo dat je als een muurbloempje staat, maar je wordt echt betrokken door andere leden die er ook zijn. En ik denk met de ambassadeurschap maakt dat de drempel nog lager. Omdat je ook niet zo helemaal verloren voelt in hele grote evenementen. Evita, hartstikke bedankt voor dit leuke gesprek. Deze productie is mogelijk gemaakt door de filmmakelaar.